zijn hier in de wijk Stevenshof in Leiden. Er is vandaag een vitaliteitsmarkt hierachter binnen het programma Stevenshof Vitaal. En met Stevenshof Vitaal willen we een beweging in de wijk van de grond krijgen rondom vitaliteit. We zijn in de wijk nu zo'n 2 jaar bezig en we zijn zeker vanaf het begin af aan bezig geweest om in gesprek te gaan over het thema vitaliteit, wat dat voor mensen betekent en wat er dan in de wijk belangrijk is om aan te pakken. Onder elke steen die we optilden was een initiatief, maar zonder dat ze met elkaar praten. Wat we vooral gedaan hebben met de partij is al die dingen aan elkaar koppelen onder één term, die heet Stevenshof Vitaal. Ik zit in het projectgroepje Beweeglind en we willen eigenlijk in ons projectgroepje een beweeglind creëren door de wijk heen, waarbij we op aantrekkelijke plekken sport- en beweegtoestellen neerzetten om de bewoners uit te nodigen om meer te bewegen in de wijk. Ik ben betrokken bij het project omdat ik in deze wijk werk als buurtcoach. Ik ben betrokken bij de werkgroep Groen. Dat betekent dat wij eigenlijk allemaal initiatieven bedenken en proberen te realiseren om de wijk te vergroenen. Samen met Karin Fahner van de gemeente en Hanneke Zandbergen van Reofs, eigenlijk een van de initiatiefnemers van dit project. Ik heb meegeholpen om dit te organiseren, om dit neer te zetten. Ik ken de wijk goed, ik ken het buurthuis goed. We hebben, als we gezegd hebben, de ambitie om mee te werken aan de gezondste regio. Het doel is dat we een aantal dingen in gang hebben gezet. Dat we mensen meer laten nadenken over groen, over hun eigen omgeving. De wijk, de mensen die daar wonen, het oppakken en de kansen benutten om iets voor elkaar te krijgen waar ze baat bij hebben. Dit is ook een vergrijzende wijk, dus we willen ook kijken wat we voor de senioren kunnen betekenen in het Beweeglind. Om de senioren meer te laten bewegen. We worden zelf ook ouder en we proberen met z'n allen ervoor te zorgen dat een vergrijzende wijk een gezonde wijk blijft, waarin iedereen, jong en oud, aan sportieve activiteiten mee kunnen doen. En op deze manier ook echt vitaal oud te worden. Ons doel is dat je in de komende jaren hier in de wijk vitaal oud kunt worden en gezond kunt opgroeien. En we hopen dat we door alles wat we binnen het programma Stevenshof Vitaal aanjagen steeds meer mensen weten te bereiken. Dat mensen in beweging komen om aan de slag te gaan met wat voor hun in de wijk en voor hen persoonlijk belangrijk is. Dus wat ik over 10 jaar bereikt wil hebben is dat de hele wijk groener is en dat de mensen daar betrokken bij zijn. Ik hoop vooral dat de Stevenshof een van de gezondste wijken van Leiden wordt. Maar ook dat dit concept wat we hier uit aan het proberen zijn in veel meer wijken in Leiden plaats gaat vinden. Maar misschien ook buiten Leiden. Dus eigenlijk mijn hoop is dat we over 10 jaar door heel veel dit soort initiatieven daadwerkelijk de gezondste regio van Nederland zijn. Dat is wat ik hoop. Ons doel is dat je in de komende jaren hier in de wijk vitaal oud kunt worden en gezond kunt opgroeien. En we hopen dat we door alles wat we binnen het programma Stevenshof Vitaal aanjagen steeds meer mensen weten te bereiken. Dat mensen in beweging komen om aan de slag te gaan met wat voor hun in de wijk en voor hen persoonlijk belangrijk is.